They come from there, look. Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos!
En op Dani, komt hij rechts. Komt hij rechts. Ja, als je kijkt naar de resultaten natuurlijk niet, maar goed, je ziet wel dat, dat we genoeg kansen hebben. Ze spelen, volgens mij beide speelden ze 5-3-2, waarin ik vond dat Eupen wel heel erg met vijf man op een lijn bleef staan, wat het moeilijker maakt natuurlijk. Maar goed, naar onze eigen intenties kijkend, dan zie je wel dat wij gewoon vaster aan de bal worden. En natuurlijk, vandaag was het ook wel een stukje vermoeidheid, moet ik ook wel bekennen, einde van de week, maar goed, dat hebben zij ook. Alleen merk ik wel dat we steeds vaster aan de bal worden, de ideeën worden duidelijker en dat moet nu uitbetalen in de competitie. Nog een weekje, hè? Dan mogen jullie weer. Wat is realistisch, wat kunnen we verwachten, denk jij? Ja, fris PSV, dat is in ieder geval het belangrijkste. Iedereen dezelfde kant op kijkt en de neus weer dezelfde richting. En, dat hebben we hier de basis kunnen leggen. De speelstijl, de energie die we erin willen stoppen. Ja, dat is heel goed, denk ik. En ik denk dat je zo'n PSV kan zien zondag. Dankjewel. Zoveel tijd. Ja. Goed, als het niet goed gaat, dan moet je altijd terug naar de basis. Alles begint met keihard werken. En, die voorwaarden zijn er. En, iedereen is zich daarvan bewust, hè, dat het de resultaten niet daar waren. Maar iedereen doet er alles aan om het thuis zo gauw mogelijk te keren. Wordt jouw rol steeds belangrijker? Die indruk heb ik namelijk na aanleiding van het trainingskamp. Wat er gezegd wordt langs het veld, wat ik zie op het veld, maar misschien heb ik het mis. Ja goed, kijk, ik ben wel iemand die gewoon zijn verantwoordelijkheid neemt. Ik bedoel, waar het kan probeer ik iemand zij het advies te geven. Of als ik het gevoel heb dat ik iets moet zeggen, zij het op een rustige, zij het op een harde manier, dan doe ik dat. En dat gaat gewoon op een hele normale manier. En, ja goed, wat ik zeg, ik voel me heel goed en het is voor mij ook een goed trainingskamp geweest, dat ik heel goed ben doorgekomen. En ik denk voor iedereen dat het heel belangrijk is, hè, dat je uiteindelijk fit aan de start verschijnt. En ik heb ook heel veel goede dingen gezien. Wat heeft de trainer tegen jou gezegd? Heeft je apart genomen om te zeggen van dit is mijn plan voor het tweede seizoen zelf, ook met jou? Nee, dat niet. Ik ken de trainer natuurlijk ook vanuit de jeugd. Hè. En, heel ervaren, heel duidelijk ook. Maar het zal ongetwijfeld wel nog gaan gebeuren dat we zullen spreken. Maar het gaat zoals het tot nu toe gaat, is het meer dan prima.